Trainer Quincy Rombout kiest voor deze 11 namen. Met Gilles van der Kandelaren en Ennio Martens, maar zonder Gert-Jan Martens en Silvio Hagen. Hoek tegen Urk, het Mark Rijk. Corner bij de eerste paal. En dan ligt hij er ineens in. Waarom wordt die bal niet weggekopt door Hoek? Nou, de herhaling maakt dat wel duidelijk. Martens schampt de bal en dan komt hij op het lichaam van Urke Rompers. Hij maakt de 0-1. Na een klein kwartier komt Hoek eindelijk een beetje in de wedstrijd. Een foutje, komt de bal bij Impus. Die ziet het gaatje. Zo! Schalkwijk laat zien dat hij amper kansen nodig heeft. Hij kijkt naar de keeper en knalt hem droogjes in de kruising. Het is eigenlijk onverwacht 1-1. Lucas Schraal van Urk. Een mooie beweging. Gaat hij wel heel simpel langs James. Schraal geeft voor. Neentjes legt af op Rompkes. Wat laat Hoek het hier makkelijk komen. Mooi afgewerkt, maar dit gaat te makkelijk. Trainer Quincy Rombout kan het niet geloven. Hoek moet stappen bijzetten om dit nog om te draaien in de tweede helft. Rick Impus geeft de bal heel makkelijk weg. En dan kan Urk weer via rechts. Schraal zoekt James op, gaat langs zij. Keeper Knipping lijkt deze bal toch te moeten kunnen stoppen. Schraal kan het bijna niet geloven. Knipping zit volledig mis. 1-3. En dan lijkt het wel klaar voor Hoek. Hoek dan meteen vanaf de aftrap. Komt hij bij de gelegenheidsaanvaller Zoeterman. Probeert het. Zo, wat een doelpunt. Prachtig vanaf de rand 16 in de verre hoek. Veel geblesseerden bij Hoek en daardoor staat de verdediging vandaag in de aanval. En dan laat hij meteen zien over wat voor trap hij beschikt. 2-3 met nog 20 minuten op de klok. De Smet mag aanleggen voor de gelijkmaker. Scheelt niet veel hoor. Hoek meer in de aanval, maar daardoor ook kansen voor Urk. Het is geen buitenspel. Links buiten beeld staat Kramer van Urk vrij. Oh, hij schat de bal verkeerd in en dan komt Hoek goed weg. Dan de allerlaatste kans voor de gelijkmaker. Iedereen mee. Urk werkt weg. Het eindsignaal. Oh, dan knalt Van Akker hem nog even uit frustratie stijf in het kruis. Maar ja, die telt niet meer. Hoek verliest op eigen veld met 2-3 van Urk. Geen overwinning dus voor Hoek, dat daarmee zo goed als uitgeschakeld is voor deelname aan de nacompetitie. Ja, nu moeten we eerlijk zijn. Hè. Ik heb ook gezegd, de laatste twee wedstrijden moet je zelf uw job doen. Vandaag doen we een misstap. Dus nu gaan we naar DVS om daar nog een goed resultaat te gaan neerzetten. Maar in principe, die derde periode, die is voorbij.